Een maand geleden vroeg ik UvA-politicoloog om de kabinetsformatie te voorspellen. Inmiddels hebben we natuurlijk een kabinet, dus is het tijd om terug te kijken. 3 maanden zou het duren. Ja, dat was een voorspelling die een beetje mis ingegaan is. De 100-dagen periode van Rutte zou het worden. Ja. Wat zijn er 54 geworden? 54. Ze hebben het veel sneller gedaan dan ik dacht. En dat is wel een felicitatie waard natuurlijk. Ja, stom. Ik heb gewoon gedacht, ik heb naar de gemiddelde kabinetsformatie duur gekeken. Dat is 3 maanden. Ik ging er inderdaad vanuit dat deze 2 partijen er echt uit zouden komen. Maar ik had absoluut niet verwacht dat ze dat in 6 weken, of ruim 50 dagen in ieder geval, dat ze eruit zouden komen. Nu zijn er ook mensen die zeggen, ja, die snelheid die was juist helemaal geen felicitatie waard. Het was broddelwerk, want het gaat meteen al mis. Diepe crisis bij de VVD. Ja, maar ja, goed, ik weet niet of dat door de snelheid komt. Wij hebben de verkiezingen gewonnen en we zullen nu even daadkracht tonen samen. Dat is geen amateurisme, maar was wel een beetje een overschatting van hun eigen mogelijkheden. Het heeft me inderdaad verbaasd het feit dat Mark Rutte dacht dat hij zijn achterban wel zover zou kunnen krijgen om een inkomensafhankelijke zorgpremie te accepteren. Er zijn mensen die, ik denk dat dat wel een punt is, die hebben gezegd, je moet eigenlijk ook in dat proces van nu en dan even de achterban raadplegen. En dat hebben ze natuurlijk juist niet gedaan om die snelheid erin te houden en om de achterban eigenlijk uit te schakelen. Blijkbaar in die snelheid zijn er een aantal besluiten genomen waarvan de consequenties niet zijn overzien. Dat uitruilen, was dat nou een goede tactiek? Ja, vind ik wel. Daar blijf ik wel bij. Dat anders was het een hopeloze zaak geworden. Ja, ik ben het daar dus niet mee eens. Ik weet dat ik het overal lees en overal hoor. Er is uitgeruild. Maar ik zie het verschil niet tussen wat nu uitruilen heet en bijvoorbeeld bij alle kabinetten hiervoor een compromis heten. Als we het nou hebben over de uitruilthema's, hè, want daar heeft hij ook voorspellingen over gedaan. Ja. Partij van de Arbeid zou ontwikkelingssamenwerking binnenslepen. Ja. 1 miljard bezuiniging. Ja, maar ze hebben natuurlijk wel de minister geleverd. Ja. Ploemen. Maar ja, als je zoveel moet bezuinigen, dan is dat niet zoveel waard natuurlijk. Een goed voorbeeld waarin volgens mij niet is uitgeruild is bijvoorbeeld de woningmarkt. De VVD wilde dat de hypotheekrente bleef zoals die nu nog even is. De Partij van de Arbeid wilde dat die flink werd ingeperkt. En er is een compromis gesloten, namelijk er verandert wel iets aan. Niet zoveel als de Partij van de Arbeid wilde, maar meer dan de VVD wilde. Minister van Onderwijs, ja. Wat verwacht u daarvan? Nou, ik denk dat ze op de winkel past. Ze maken dus niet iemand van het grote gebaar en de grote visie. Ja, het is natuurlijk heel mooi dat Jet Bussemaker minister van Onderwijs is geworden. Maar wat ze nu heeft toebedeeld, die geloof 30 miljoen voor fundamenteel onderzoek, dat is niet haar beleid, dat is beleid wat al 2 jaar geleden is ingezet. En nu, zij mag helemaal, omdat ze toevallig net minister geworden is, nu in de allerlaatste fase van dat beleid bekendmaken wie de gelukkigen zijn. Maar die grote visie, daar zijn ze denk ik op de HVA niet helemaal mee eens. Want daar heeft ze toch wel een 10-puntenplan gelanceerd en toch heel veel dingen doorgevoerd. Wat dan? Nou ja, ze heeft de hele verbetering van het onderwijs heeft ze een beetje echt op de kaart gezet. Maar ze is daar maar 4 maanden geweest. Hoe kan ze dat nou op de kaart zetten? Ze heeft flink veel geld gestoken in fundamenteel onderzoek. Extra geld, ik geloof ruim 180 miljoen. Dat is een heel positief signaal. Je kan pas over 1 jaar of 2 jaar beoordelen of dit kabinet echt serieus werk maakt van investeringen in onderwijs en wetenschap. Ja. Moeten we dan hier Zijlstra nog voor bedanken voor deze miljoenen? Ja, ik denk dat dit, ik weet niet of het door Zijlstra is ingezet of al eerder is ingezet, maar in ieder geval is dit niet de verdienste van Jet Bussemaker van dit regeerakkoord. En het zou kunnen dat Zijlstra hier aan bijgedragen heeft. Ja. Of Wilders misschien wel. Nou, het moet niet gek worden.